2021, de vijfde editie van de Meester Harry Dobbelsteenprijs. Georganiseerd door de werkgroep Kleine Monumenten van de gemeente Steen samen met culturele werkgroep Steen en Histate Veurus, voorzitter Piet Vermulke. Piet, het thema van dit jaar. Het thema van deze vijfde Meester Harry Dobbelsteenprijs is verbinding, verbondenheid. En ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we op 1 januari 2022 herdenken dat 40 jaar geleden de herindeling van de gemeente Steen heeft plaatsgevonden. En toen worden dus de dorpen Urmond, Midberg, Eelse en Steen samengevoegd. Dat hebben we gekozen als thema, omdat het 40 jaar geleden is en we vonden het toch een goede aanleiding om deze vijfde Meester Harry Dobbelsteenprijs te organiseren. Voor de kijkers die het nog niet weten, wij waar Meester Harry Dobbelsteen? Ja, dat kan ik wel goed uitleggen. Harry Dobbelsteen, dat was een Eelse jong. Dat was zoon van een sigarenmaker en zijn moeder was onderwijzeres. En hij heeft er toch waarschijnlijk dus de aandacht en de belangstelling voor kunst en cultuur uit het gekregen. Harry Dobbelsteen is een hele bekende man. Hij was ook een knappe man, want hij heeft gestudeerd en is meester in de rechten geworden. En later is er als reclasseringsambtenaar begoos in verschillende gemeenten. Op een gegeven moment is er zelfs ambtenaar van cultuur geworden in de gemeente Arnhem. Dat wordt de opstap naar het feit dat we in Limburg zochten naar een directeur van de culturele raad Limburg. En in 1963 is Harry Dobbelsteen dat geworden. Ja, en als je op die plek zit, dan kent ze natuurlijk heel goed de cultuur in Limburg. En specifiek natuurlijk in Eels en Steen promoten. En dat heeft er dus ook gedaan. En weer vond je deze man het waard om een waardering te krijgen. En in 2009, heeft onze voormalige voorzitter Huub Sprookmans al het idee geopperd om dus deze prijs naar Harry Dobbelsteen te vernoemen, zeg maar. En we hebben toen ook Harry Dobbelsteen gevraagd en hij vond je een geweldige waardering om aan zo'n tentoonstelling die georganiseerd is, zijn naam te mogen verbinden. Nou, dat vond je geweldig. En zodoende is er dus gekomen en hebben we dus nu al voor de vijfde keer in feite deze prijs kunnen organiseren. Hoe ziet dan concreet de organisatie eruit? Mocht iedereen meedoen aan de prijs? Nee. Kijk, we kennen natuurlijk de mensen van Amsterdam en van Groningen, die kunnen we hier niet gebruiken. Deze wedstrijd is een amateurwedstrijd voor amateur kunstenaars die dus de kunst als hobby beoefenen. En dat zijn dus mensen uit de gemeente Steen of mensen die roots hebben met de gemeente Steen. Kijk, ik kan me voorstellen, als die 40 jaar gewerkt hebben in de gemeente Steen, ja, dan hebben ze toch een bepaalde band met de gemeente Steen opgeboet en dan mochten ze dus meedoen. En we hebben dus een paar mensen die inderdaad niet in Steen maar wonen, maar wel meedoen. Ja, en je hebt dit jaar voor het eerst prijs opgedeeld, ook in een publieksjury. Hoe gaat dat in zijn werk? We hebben dus 4 keer het feit gehad dat we een vakjury houden. Dus we hebben dan een aantal mensen gevraagd die er een verstand hebben van kunst en cultuur en wat schilderijen en beeld te werken. En die hebben dus al 4 keer eigenlijk die wedstrijd georganiseerd en ook bekritiseerd en beoordeeld. Dus vakjury. Deze keer hebben we voor de eerste keer een publieksprijs in het leven geroepen. Dus we werden dus 2 publieksprijzen. Ja, proberen we in elk geval zodanig te maken dat die morgen bekend zijn en dat die de volgende week ook uitgeroepen zijn. En dat we precies weten welk kunstwerk de lui fijn hebben gevonden. Vrouwen het net erover dat dit een samenwerking is tussen de culturele werkgroep en de Stichting Kleine Monumenten van de gemeente Steen. Hoe is die samenwerking tot stand gekomen? Ja, we hebben dus een paar keer al met die verschillende culturele groepen, instellingen, stichting bij elkaar gezeten. Nou, en aangezien de culturele werkgroep Steen altijd dit soort tentoonstellingen zeg maar organiseert en weer in feite alleen dus de organisatie wat de meeste de Harry Dobbelsteenprijs betreft doen, hebben we dus toen gedacht, laten we ons toch die samenwerking eens proberen gestalte te geven. En waarom? Omdat namelijk toch, we weten allemaal dat het aantal vrijwilligers afneemt. En als je meer vrijwilligers hebt en dan kan je met 2 stichtingen samenwerken, ja, dat is duidelijk, dan kan je hun taken toch beter verdelen. Nou, en ik ben heel blij in elk geval dat we een hele mooie samenwerking met die culturele werkgroep Steen hebben kunnen realiseren. Ik denk dat het heel belangrijk is dat die onderlinge betrokkenheid wat cultuur betreft op deze manier goed gestalte heeft gekregen. En dan komen we toch wel terug op dat thema verbondenheid, want dat komt er weer een terug dan. Ja, dat geef je in feite aan. Verbondenheid, in dit geval door 2 stichtingen die elkaar hebben gevonden bij het maken van deze tentoonstelling. Wat is het gevolg op deze tentoonstelling en deze prijsuitreiking? Ja, dat is al eigenlijk een jaar hetzelfde.
de mensen die een prijs winnen, hè, die door de jury genomineerd zijn, die krijgen door de culturele werkgroep Stijn een aparte tentoonstelling aangeboden. En dat is meestal begin januari. Dus dat is dan de eerste tentoonstelling van de culturele werkgroep Stijn in het nieuwe jaar. En dat kennen er 6 zin, dat kennen er 8 zin, kennen er ook misschien wel 9 of 10 zin. Dat ligt aan het aantal prijzen in elk geval en wie ze precies verdeeld werden. Hè? Want we hebben dus in de prijs 1, 2, 3 voor tweedimensionale werken. 1, 2, 3 voor driedimensionale werken. De jury kan ook in beide categorieën nog een eervolle vermelding geven. En we hebben dus 2 publieksprijzen. Dus in feite kennen de 10 mannen of vrouwen in elk geval, meedoen waarschijnlijk aan de tentoonstelling van de laureaten. En dat wordt dan georganiseerd door de culturele werkgroep Stijn. Judith Wolters, een van de kunstenaressen die hier zich de werken tentoonstelt, uit Eelse, doet deze ook met de meester Harry Dobbelsteinprijs, ook in het kader van verbondenheid. Vertel eens, wat heb je gemaakt? Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb dit jaar heb ik een stoel gemaakt en ik heb een doek gemaakt. En die zijn met elkaar verbonden middels een kabel. Maar dat is niet de enige verbinding die hier aan te zien is. De stoel die heeft geborgen verbonden. Als ze erin gaat zitten, ja, dan voelt ze zich geborgen. Het is een kuipstoel, het is lekker cozy om het zomaar zo te drukken. Het doek dat heeft verborgen gebonden. En het idee is eigenlijk in de coronatijd dat we elkaar niet hebben kunnen zien, elkaar niet hebben kunnen aanraken. Toch heeft eigenlijk het witte gedeelte in het doek over. En wat ze zuus is dat er toch een verbinding is. En zo is ze toch in het leven. In de hele coronatijd hebben we onze ouders niet kunnen knuffelen. We hebben onze kinderen niet, dek niet kunnen knuffelen. Maar die verbinding die wordt er wel steeds. En gelukkig maar, in deze maatschappij wordt er heel veel verbinding in de coronatijd. En dat heeft mij geïnspireerd om dit werk te maken. Als Heine ook actief bij het kunstcollectief Nieuwdorp, met het werk Connectie Mens en Natuur, leg eens uit wat de inspiratie van woord. Nou, de inspiratie is eigenlijk van hoe we het allemaal over hebben, over de natuur, het behoud van de natuur, het zuinig zien met de natuur, het hele gebeuren met het CO2, noem maar op. Bomen planten, bomen gewoon wegkomen, terug. En op een gegeven moment had ik die 2 beeldjes en ik denk, dat ga ik het mee doen. Nou, dat heb ik gezegd, voorzien eigenlijk naaks geboren, zonder het, helemaal niks. En natuur is eigenlijk ook uit het niks ontstaan. Dus samen zien we eigenlijk alle 2 hetzelfde. En datzelfde, dat zie ik als de verbondenheid. Daardoor hebben ze ook eigenlijk in het hout geplaatst. Om die verbinding nog eens extra naar voren te brengen. En die 2 nu, is eigenlijk zo hetzelfde wie de Romeinen vroeger. Die hebben eigenlijk een filosofie van wie gaan we dit allemaal oplossen. En dat is wat ik eigenlijk wil vertellen. Is dit de eerste keer dat je mee doet aan de Harry Dobbelsteinprijs? Dit is de allereerste keer, ja. Oké, dus ja. Première en dan ja. Spannend natuurlijk. Ja, in het begin heb ze gehad van, ja, mag ik mee doen. En dan moesten ze er niet te koop, wel te koop. En ik wil gewoon de lucht laten zien en voelen. En of ze daar het wel met hebben of niet met hebben, dat maakt me niet uit. Het gaat zich maar gewoon van, ja, hetzelfde geld prikken te lucht. En dat vind ik het leuke eraan. En wat betekent voor u de meester Harry Dobbelsteinprijs? Dat ik meer kan laten zien. Dat is ook wat chique vinden. Nou, dan is het spannend, vrijdag natuurlijk, de prijsuitreiking afwachten. Ja. Genoeg concurrentie in ieder geval. Ja, en ik vind dat iedereen ook best heel goed zijn best gedaan heeft. Het mag bekeken worden, laat ik het zo zeggen. Het is zo.